vrienden, zoals jullie zien, zijn we bij Marianne aanbeland. Ja. Hey, daar hebben we nog een Jan. Ja, je bent er nou op. Je hebt me gepech. Lieve vrienden, daar zijn we weer. Weer een nieuwe dag aangebroken. Het is vandaag alweer 10 augustus. En we leven op dinsdag. En het is 11 minuten over 11. En ja, mijn bonuszoon, stiefzoon. Het is maar net hoe je het bent gewend om dat te noemen. Ik heb altijd nog gezegd mijn stiefzoon. Maar ik heb het een hekel aan het woordje stief, dus het is mijn zoon. Het is eigenlijk de zoon van mijn mannetje die er niet meer is. Ik heb nog altijd contact met hem. Hij heet David Luisterburg. Dus lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Geniet ervan samen met je vrouwtje en maak er een leuke dag van. Als je al niet hoeft te werken. Ja, want je werkt ook, dus ja. Dat gaat ook door, hè. Verjaardag bent of niet, maar je kan vrijgevraagd hebben, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ik probeer vandaag nog wel te bellen. En ook vandaag komt onze Jan van Dam uit Emmeloord op bezoek. Ook speciaal voor de Juttertjesmarkt. Dus daar gaan we ook overheen. En ik ga nou eerst zo meteen snel de hondjes uitlaten, want anders hoeft het niet meer. Want Jan is dat ook rond een uur of 12 voor de deur. Dus ja, dan moet ik even opschieten. Ik heb mijn haar weer gedaan. Want het zat voor geen meter, dus loopt er eentje te zeuren, die wil naar binnen, maar die blijft daar. En er was er eentje aan een bon te knagen op de bank en dat is onze Rijka, ja. En Alwin die heeft overgegeven, tot twee keer en toe, één keer hek meer gehoord, lag ik denk ik te slapen. Wanneer ze dat had gedaan, weet ik niet. Of dat ik naar beneden was, de boeland op te ruimen, ja, die hoort ook niet alles. Maar in ieder geval de slaapkamer, op de grond gelukkig. En in de gang. Want ze liepen wel voor naar beneden. Dus ja. Helemaal opgeruimd het arme beest. Ja, van de week had Rijka last van. Ik zelf ga ook niet helemaal schoon. Want ik ben ook lang niet in orde. Het komt gewoon door het weer mee hoor. Die buik die blijft me draaien en doen van binnen. De ene keer is het rot weer en de andere keer is het prachtig mooi weer. Je weet niet wat je aan moet of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Maar geniet ook met hetgeen wat wij doen gaan. Ik zou zeggen, we spreken elkaar. Lieve vrienden, zoals jullie zien heb ik wat anders aangetrokken. Ja, want ik kreeg hele koude voeten, dus ik heb maar even... Een lange broek weer aangetrokken. Wel een zomerse broek. Hij is niet dik of wat dan ook. Maar ik heb wel sokken aan en mijn enkelaarsjes aan. Want ik kreeg heel veel pijn aan mijn voeten. Maar jullie weten ook dat Jan zou komen. Nou, die is gearriveerd. We hebben al twee bakken koffie op. En we gaan zo de hart op. Lekker de Juttersmarkt. Ja. Uiteindelijk ben ik aangekomen. Ja. Dus na 4,5. Uur, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Ja, 4,5 uur. Ja, maar dat kwam... Met de bus vier naar voren ben ik. Dat kwam omdat je om moest rijden, om moest reizen, ja. Dus weer werk aan het spoor, nou ja, dat nee, weet je. Nee, geen werk. Het was een aanrijding tussen uit Geest en... Ja, dat wat ik jou stuurde, ja. Ja, er was een aanrijding ergens mee. Ja, ja nou ja, dat kan gebeuren. Nee. Zolang hij het maar niet was. Nee, want hij is heel uit thuis gekomen. Dus ja, helemaal top. Ja. Dan ga ik mijn gewone zomerjasje aandoen. En dan gaan we lekker de hort op. Ik neem de booster. Jan die neemt de benenwagen. En de meiden blijven thuis. Ja. En dan gaan we lekker de Juttersmarkt leeghalen. Nou ja, geintje, maar het moet kunnen, hè. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet met hetgeen wat jullie doen, maar geniet zeker met hetgeen wat wij doen. Ja. Ik zou zeggen, tot later. Lieve vrienden, zoals jullie zien, zijn we bij Marianne aanbeland. Ja. Of niet dan? Zeker weten. En dan krijgt ze een pakje koffie van mij. Dat is lekker. Ja, Marianne die staat rijst te koken. Dus dat is helemaal lekker. Nog even vallen we hier al aan tafel. Ja. Maar nee, ik heb thuis ook eten. Ja. Dus ja.
Wij gaan ook lekker eten vanavond. Dus ja, komt helemaal goed. Maar we dachten even, we gaan bij Marjan een bakje koffie doen. Ja! Ja. Helemaal lekker. Ja. Hé, hey, dan moet je hem maar afwachten. Geen ratten, geef erin. Dus, maar oké. Okay. En ja, je krijgt ook de groetjes van Karin. Ja. Dus. Oh, ze hoort me niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, we gaan hier even genieten. En ik zeg tot later. Ja, ja, lieve vrienden, daar zit onze Janneman. Ja. Jantje Croissantje, de koffieman. Ja, volleybalman. Volleybalman. En we zitten dus zo te zien aan een terrasje. Jan die heeft... Oh, we maken reclame. Oh jee. Oh jee, we worden er niet voor gesponsord. Ik heb een lekker wijntje, maar kijk eens, daar zit onze Marianne. Hé, hey, daar hebben we nog een Jan. Ja, je bent er nou op. Je hebt lekker pech. Jan, ja. Dat was ook een Jan, ja, helaas. Ja. Maar in ieder geval, we zitten gezellig op een terrasje. Lekker te genieten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Lieve vrienden, we zijn weer thuis, zoals jullie je kunnen zien. Want madame Elwing hier legt weer op een of ander stuk bonk te kluiven om haar tanden te scherpen. Moet je nou eens kijken dan. Mag ik wel kijken? Oeh, wat heet daar. Oh, wat heet daar. Oeh, lekker, 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 lekker. En wij zitten lekker aan de koffie. Ja. Ja, natuurlijk zit Jan ook weer bij me. Gezellig. Ja, gezellig. En hier komt madame Rijka. Ja, ook dat nog. Hé, madame Rijka. En dan gaan we zo meteen met de... Meisjes lopen, want we moeten bij tijd eten. Of niet dan, Jan? Ja, zeker. Ja. Dat dacht ik. Ga weer. Ja. Maar we gaan lekker aan de patat en groenten en een speklapje. Ja, wat voor groenten? I don't know. Weet ik nog niet. Nee, zien we straks zelf wel wanneer het zover is. Jan die is een koffie aan het klaarmaken. Hoef ik niet te doen, want ik drink lekker een zwart. Ja. Dus ja, zo is dat. En we hebben er net genoten samen met Marjan op het terras, of niet dan? Zeker. En er kwam er nog een andere Jan eraan. Ja. Die zegt, ik wil er niet. Ja, dan moet hij niet voor me eens komen. Nee. Simpel, zijn eigen schuld. Zo is dat. Ja. Ja, hij ziet dat ik bezig ben te filmen. En toch komt hij erin. Ja, moet hij niet voor me eens lopen. Nee, ja. Eigen schuld, dikke bult. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie middag, namiddag, wat is het? Namiddag. Dus tot later. Lieve vrienden, daar zien jullie twee koffies staan. Eentje van Jan en eentje van Ikke. Enkel, ja, Jan die is achter die deur even verdwenen. En daar zien we weer een hondje aan het snuffelen en nog een hondje met een arm eromheen. En daar zit nog meer aan, want onze Mario is er ook weer. Hallo. Dat die zit gelijk weer onder de honden, ja. Dus, maar ja, ze moet het zelf ook leren. Als ze niet wil, dan moet ze die honden van eraf duwen. Simpel zat. Toch, Karin? Ja. Ja, want ook die hebben we weer aan de telefoon. Ze beginnen het al wel te leren, de mensen, om de honden te negeren wanneer ze binnenkomen. Dat gaat aardig goed. Dan worden ze ook snel rustig. Maar o jee, o jee, o jee. Ook zat Jan onder de honden bedolven. Of niet dan, Jan? Ja. Je zat ook onder de honden bedolven, hè? Zeker, ja. Ga jij je koffie niet? Ja, ik zat gewoon tot 7:15. Dus. Ja, daarom. Maar je wou koffie. Ja, maar goed. Hij gaat nu weg. Ja, half acht. Half acht. Ik heb een half uur speling als hij leest. Ik heb één keer per uur een bus. Oh ja, ja, ja. Okay, ja. Het is niet zo dat twee keer per uur. Dat is twee zaterdag. Nee, dat is wel door de week. Maar... Ja, en hij zal misschien wel weer om moeten rijden, dat weet je niet. Nee, vanochtend morgen wel, we 4 uur over na, 4,5 uur. Oeh, zo. Half acht ging met de bus bij mij daar vandaan. Dus, was in de spits al, was in de spits. Ongeluk tussen Alkmaar en Uitgeest. Oh, shit. Ik vier horen.
Kijk, het eigenlijk mijn uitpuntstap in Zandam, maar was wel om 11 uur, nou ik om 12 uur. Met de bus vanaf voren, weet je of je de Loever deze kant. Mooi. En dat is toch een leuk liedje ook, toch? Ja, ik zat rustig in de bus, dus de mensen hier en uit, dus... Ja, precies. Dus, Maar oké, Jan die gaat dus weer naar huis. Ja. Want zijn huis komt niet hier naartoe. Hartstikke bedankt voor het opgaan. Dank je wel. En dus de koffiekik weggooien? Ja. Het is kwart over zeven. Dus ik ga even snel op drinken. Nee, hij drinkt het nog snel op, Karin. Ja. Ja, maar de koffie is te lekker hier ook. Ja, de koffie is lekker, ja. Dus ik heb precies. Ja, ik heb melk en suiker erin. Dus, Lekker, ja, lekker. Ja, dat was ook mijn favoriet altijd hoor. Maar nu drink ik wat zwart weer. Maar dat kan toch? Dan ben ik het weer gewend. Ja, eerst dat ik kan winnen. Maar... Het is goed voor je. Je kan het ten alle tijde drinken, want er zit geen calorieën in. Nee, dat is waar. Ja. Nou, dat heeft gesmaakt. Nou, keer, zeg maar dag allemaal. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Reis. Ja.